Goedemorgen allemaal. Nou, ik ben zojuist naar de Jumbo toe geweest. Kijk maar, ik heb een hele zak vol. Ik ben trouwens Juf Andrea, voor degenen die dat nog niet weten. En ik ben nu net weer teruggekomen. En hier zit Jan te werken. En daar zit meester Chef. Ja, wilt u wel even opletten? Want Jan moet goed onder controle gehouden worden. En zometeen gaan wij zojuist, want ik heb de boodschappen gehaald, want Jan zit in de klusklas. En dat betekent dat we dan op woensdag, Jan, mag ik even storen, gaan we altijd bakken of iets anders lekkers maken. Ja. En ja, dat wil Jan niet missen natuurlijk. Daarom gaan wij vandaag muffins maken met een kersenvlaaivulling. En daar heb ik de boodschap al voor gehaald. En dan gaan we daar zo meteen mee beginnen. We hebben niet gehamsterd. Dat doen we niet. We hebben alleen maar de producten gehaald die we echt nodig hebben. Ja. En we hopen dat de cakejes gaan lukken. En dat jullie dan morgen zelf ook aan de slag kunnen. En doet hij het verder goed, meester Chef? Het gaat fantastisch. Heel trots op hem. Goed zo. Vandaag gaan we cake maken, hoeveel cupcakejes. En daarom heb je nodig een pak cakemeel. Een bakspray voor in de cupcake vormpjes. En je ook nog scharreleieren. En boter ongezout. En kersenvlaai. En melk. En ja, dat was het al. Ook heb je nodig een handmixer. Dit gaat Jan dan ook op zich nemen, want die is heel goed in mixen. Dan heb je nodig natuurlijk een beslagkom. En deze cupcake vormen, als je die hebt ingespoten met de bakspray, dan kun je daar dus de cupcakes in doen. De oven, ook heel belangrijk, ga ik eventjes aanzetten. Die moet op de onderbovenwarmte. Dat werkt het beste. En als je een elektrische oven hebt, doe je hem op 160 graden Celsius. Ik ga nu de cakevorm invetten met deze bakspray. Dan gaan we daarna 150 gram boter gaan we zo meteen toevoegen in de beslagkom. Dat moet even romig gemixt worden. Daarna gaan we de fijne cakemeel erbij doen. Vervolgens 50 milliliter melk erbij. Dan kun je ook 4 eetlepels melk erbij doen, dat is evenveel. Dan 4 eieren toevoegen. En dat wordt een heerlijke mix. En dan is de cake mix klaar. De boter romig kloppen met deze mixer. Kom op, buiten in de magnetron hebben gedaan. Het duurt misschien iets korter. Want als je het niet in de eerste in de magnetron gedaan en dan is het nog een beetje koud en dan wordt het moeilijker. Ja, duurt het. Ja, duurt het langer om erover te maken. Nu ga ik het cakemeel bij de romige boter doen. Ingrediënten samenvoegen en ik begin met de melk. Dan de 4 eieren. En dat was het. En nu gewoon verder mixen.
vanaf bijna klaar. Nog even goed kijken of er geen klontjes in zitten. Maar dat is niet lekker in Dit mag heel lekker. Heerlijk. Gaan nu met, met twee lepels dit beslag in de dingetjes doen. In die cupcake vormpjes. En het handigste is met twee lepels. Je kan zo, dan kun je zo van de ene afschrapen. Nou, bij deze gaat het al best makkelijk van de lepel af. Maar sommige cupcake beslag is soms heel plakkerig. En dan kun je misschien nog wat bloem erbij doen. Oké, ik ben nu klaar met de cakevormpjes vullen. En er komt nog iets bovenop. En dat is de kersenvlaai. Die gaan we er bovenop doen. We hebben hier een eetlepeltje. Nee, pardon. Een theelepeltje. En daarmee scheppen we een klein beetje hier bovenop. Niet te veel. Niet te weinig. Zo precies genoeg. Precies genoeg om hiervan te genieten. Dat lukt wel. Nou, de kersenvlaai zit erop. En nu ga ik weer een klein laagje cake doen. Laagje cakebeslag. Wat een soort van sandwich wordt. We hebben nu een bovenlaagje erop. En nu kunnen ze in de oven. Plaats trouwens ook even de bakplaat. Oh. Iets onder het midden van de oven. Wij hebben de oven op 160 graden en op onderbovenwarmte. En nu gaan we de cupcakes, die moeten 15 tot 20 minuten in de oven. Wij zetten hem hier even op 20, want we zijn toch thuis en dan kunnen we goed checken hoe ver ze zijn. Jan is alweer aan het werk en ondertussen horen we dat de oven piept. En dus zal het klaar zijn. Nou, ik moet zeggen, ze zien er goed uit. Nu wat te checken of ze gaar zijn. Ik heb nu 10 minuten langer baktijd gegeven. Want 20 minuten was echt te kort. Dus denk daar even goed om. Misschien ook omdat het ander deeg is. We de steekjes eruit. Deze er weer in. Want we hadden nog extra beslag over. Ik kan eens goed zo. Ja hoor. Het ruikt goed. Het ruikt. Konden we de geur maar opsturen naar jullie. We moeten ze nu even laten afkoelen en straks keuren. Ja. Ondertussen proberen we de cupcakes uit de vorm te krijgen. Gaat een beetje moeilijk zoals je ziet. Maar we moeten er wat voor doen. En het resultaat van onze muffins. En Jan die gaat nu lekker smikkelen. Ziet het er goed uit van binnen, Jan? Ja. Is het lekker? En we willen nog even extra benadrukken dat de muffins ongeveer 30 minuten in de oven moeten. We hopen dat jullie dit ook gaan proberen. Aangezien Jan in de klusklas zit, is het juist extra leuk voor Jan. Dat hij dan toch nog kan bakken thuis. En wie weet zien we wel meer van jullie bakkunsten. En als jullie vragen hebben, vraag het ons. Succes!